Hallo, hier zijn we weer met Is het een man of is het een vrouw? En we gaan meteen maar even naar het fragment kijken. U heeft nog 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Nou, dat was niet zo moeilijk, dacht ik. Uw oplossing zet u op een briefkaart. Wel duidelijk in de linkerbovenhoek vermelden. Is het een man of is het een vrouw? En u moet er ook bij zetten of het volgens u een man of een vrouw was. De vorige week was het overigens een man en de week daarvoor ook al. Maar meer ga ik u niet helpen. Succes ermee.